Ik zat hier op kantoor en ik hoorde een klap. En keek uit het raam, zag ik een auto in de brand. Toen het nog een kleine autobrand was aan de Nijmeegse Voorstadslaan, probeerde een buurtbewoner die te blussen met de tuinslang. Dat lukte niet. En toen dacht ik, ik moet de tuinslang erbij halen. Dus toen ben ik hier naar de werkplaats gerend. Tuinslang uitgerold en toen ben ik gaan blussen voordat de brandweer er was. Inmiddels was ook het noodnummer gebeld en de brandweer rukte met groot materieel uit. Begon met blussen, maar toen moest het ergste nog komen. De benzinetank brak, benzine vermengde zich met het bluswater, waardoor het vuur nog veel groter werd. Ook waren er meerdere explosies. Zelfs de grootste brandweerslang was niet meer genoeg en een andere auto en een boom liepen ook gevaar. De brandweer tikte de ruit van die auto in en duwde die naar achteren. Pas na een half uur was de brand geblust, uitzonderlijk lang voor een autobrand. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Aan de Voorstadslaan brandden ook al eerder auto's uit.